Het reduceren van de CO2-uitstoot kan niet echt op peil gehouden worden, doordat er weinig data hierover wordt vastgelegd. Minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu zei woensdag, voorafgaand aan de laatste ministerraadsvergadering van het jaar, dat er vooral meer technisch kader opgeleid moet worden om het beleid op zijn departement uit te voeren. Nee, er is heel weinig data verzameling. Laat me even ook erbij vermelden. De eis van alle landen die zich hebben gecommitteerd aan het Parijsakkoord. Het Parijsakkoord heeft te maken met de afspraak dat alle landen, alle 199 landen, wat zullen doen aan het verminderen van die CO2-uitstoot. Die moeten in verschillende sectoren binnen hun land moeten ze reduceren. Wij hebben gezegd, wij gaan reduceren op 4 gebieden. Bosbouw, agriculture, landbouw, energie en transport. Dus binnen die sector is het natuurlijk heel moeilijk om te kunnen reduceren, omdat we die capaciteit niet hebben om data te verzamelen, om onderzoek te doen. Dus binnen die landbouwsector bijvoorbeeld is het heel moeilijk om die gegevens te hebben, omdat we nooit een goede data-analyse hebben kunnen doen. Dassai geeft verder aan dat Suriname de data zelf moet verzamelen. Experts van de Voedsel- en Landbouworganisatie, de FAO, kunnen daarin assisteren. De belanghebbende Surinaamse instituten moeten volgens Dassai versterkt worden met mankracht en de nodige kennis.